Bakker. En last but not least natuurlijk nummer 44, Sam van Os. We gaan kijken naar Langveld, die goed weg is. Langveld, tellen BMX team. Aan de buitenkant zien we naar de 22 naar voren komen van Erik Peters. Brian van Ewijk aan de binnenkant. Femke Gerrits, die gaat zich daarmee bemoeien. Het is Langveld die hier over de eerste plaats gaat van het tellen BMX team. Dan gaan we kijken naar Erik Peters. De man is naar nummer 22. En die belangrijke derde plaats, die gaat mee voor Loek, Sal, Pommel en omstreken. We gaan kijken naar Brian van Ewijk. Sal van Os op die vierde plaats. Het is 1 van Langveld. 2, 3, 10. Erik Peters. En de derde plaats, een mooie meeker. Ik heb mee voor Sal, Pommel, Loek, Brian van Ewijk. En wie is er als eerste op de weg? Wie heeft de meeste power dan? We zien nog 140 volgens mij nog van Eindhoven. Ja, hij neemt even de koppositie in, maar hij wordt gewonnen. Joey van Eyck zat er kort bij dan aan de rechterkant. Op dit moment Joey als tweede nog. Dat gaat zo blijven. Let Max op nummer 1, we zullen het zien. Ze gaan opeens naar de kabine. Nog steeds, Max van Eindhoven. 140, kom op. De volgende, nummer 36, Joey Eiken. Wie is er als nummer 3? De Loek outfit, wie zal er zijn? We zullen het zo meteen zien. Dat is nummertje 138. Hoi, Gelassen, die gaat straks op de derde plaats aan op het mooie podium. 1, Max van Eindhoven. 2, Joey Eiken. En 3, Hoi, Gelassen. Oké, we gaan kijken naar de open klasse 14, 15 jaar. Leroy van Hassel, Koen van der Wijst, Henk Heerkens, Mitchell Smit, Kevin van der Groenendaal, Jeremy Slots, Jelle Spijkers, en lijkt me dat is natuurlijk op 25, Nick Schepens. Van Hassel die aan de lijn gaat. De man op de eerste plaats, de man uit de buurt van Amersfoort vandaan. Dan kijken we naar Vught. Dan Bajtjekos, Kevin van de Groenendaal. Hoe misstap daar voor de man uit Veldhoven vandaan, denk ik. Jelle van der Spijker, we gaan kijken. De 120, inderdaad, Jelle van der Spijker. En dan komt hij aan, de 27, de 27. Hij gaat daar mooi binnen door. Of wordt toch de Koen van der Wijs? Nee, het is de 27, Henk Heerkens. Hij gaat hier verder op. Oh, wat zal uitzien. We gaan kijken daar heel snel. Weg is het 306. Of is het Jasper Gerritsen, de man uit Nederland vandaan. Nee, we gaan kijken. Het is Renzo Gerrits. Renzo Gerrits, de man uit Veldhoven die daar op de eerste plaats voorbij gaat komen. Dan gaan we kijken naar de man in het rood. Oh, een dame daar aan de binnenkant voorbij. Dat is Ilse Gerritsen. Ilse Gerritsen, de dame uit Veldhoven vandaan. Daar op die tweede plaats. Vorige week dacht ik in die A-finale, nu in de B-finale. We gaan kijken naar de man in het rood, daar op de derde plaats. En dat is de 845. Jari de Laat, de man uit Amersfoort vandaan. Maar de overwinning in deze B-finale, die gaat naar Renzo Gerrits. Oké, dan gaan we naar de A-finale voor het Dream Team met Erik Peters, Amersfoort met Brian van Ewijk, Super Duper Bebo, Femke Gerritsen. Dan kijken we naar de Wikros, Jimmy Jansen, Dream Team, Indie Skaters, Nuland, Chris Verstappen, Nuland, Isa van Dinter en natuurlijk Tellen BMX Team met startnummer 23, Ralf van den Broek. Schakelsen aan de binnenkant aan het Dream Team met 22. Peters
Marcel Gerritsen, maar zeker Indy Schepers daar. En het Talent BMX team, die zit er ook heel goed bij hoor. Met Ralf van der Groen die er van de buitenkant af is komen. We gaan kijken als ze voor de eerste bocht komt. Dat is Erik Peters op de eerste plaats. Dan zien we Femke Gerritsen. Dan kijken we nog van de Broek. En daarna gaat daar aan de buitenkant van Isa van Winter, denk ik. Uit Nederland. De dame start voor 46. Die het daar van de Broek heel erg moeilijk gaat maken. Indy Schepers gaat zich ermee bemoeien. Het is nog steeds Peters. Peters, hij gaat hier als eerste die laatste bocht in. Dan zien we Gerritsen aan de binnenkant. Wordt het van de Broek of wordt het Gerritsen? Het is Peters, Gerritsen, van de Broek. En op de vierde plaats de 46 van Isa van Winter. Het is even weer weg. Connie van de Hoogakkers, Roy Kuipers, Marien Sluit, Max Tammerling, Nieke Haas, Bart Adriaanse, Jordi de Meulen, Jelle Bogelman. We gaan eens even kijken in deze B-finale. Wie komt als eerste uit die eerste bocht? Wie heeft de meeste power nog in de beentjes aan de eind van de dag? Wie kan zich nog ertoe zetten op metaal om die pedalen maximaal rond te gooien? We zien op dit moment. Dit is hier in de rechts. Die afstand is nog net te groot op de eerste moment. 397, ja, Roy Kuipers, Roy Kuipers zit erop en hij wordt belaagd, want oeh, dat komt een heel front aan. 396 zit er nog bij, dat was Bart Adriaanse, die was in de aanval voor die tweede plaats. Blijft dat goed komen, 397, Roy Kuipers nog steeds erop. Op de tweede plek heeft inmiddels 261 zich gemeld, dat was René Hoogakker. En 396, oftewel Bart Adriaanse de derde. Pieter van Langveld, 15 van het Dreamteam, Rick Timmermans, 271, Jan Versteegen van Nuland. 12 is Rijn Rakelijk van Bytrans. 251 Tom Kubel van het zoekgroep MyBot Team. 18 Quirlenus Ruiz. 382 Karsten Bergs van Ruud van Spiegel. En Joyce Bakkers van de Watch the lights, we zijn weg en we zien daar wat kleuren van manen naar voren komen. Maar zeker ook uit Veghel. Uit Veghel, we gaan kijken naar de man in de leiding. En ik denk dat het Tim van den Broek is. De man met start nummer 42, 244. Binnen door daar voorbij gegaan, denk ik, door Amersfoort. Dat moet dan de 289 zijn van Niels Hobo. Niels Hobo op een eerste plaats. Dan kijken we daar naar de man uit Veghel vandaan. De man uit Veghel, dat is denk ik, wow, Tim van den Broek. Rondflip daar op de beeldvolle kantine. Inderdaad, Tim van den Broek, dan kijken we naar de Flying Devils uit Naarden. En dat is de man met start nummer 224. En dat is natuurlijk Michael van Leijsen. Maar de winnaar in deze B-finale is de 289, Niels Hobo. Oké, A-finale, boys 13 jaar. Uit Ossenaar, Kevin Sisse. Dan kijken we naar de Lyon d'Or, Rick Piepers. Uit Wiels vandaan, Joe Dinsen. Dan kijken we naar Amersfoort met Wino van Rijswijk. Pedro van de Wetering van de Wiels. Dan het dreamteam met Ronald Lemmers. Dan kijken we naar Mart Noordman van de Liondorf. En uit Lijkschester vandaan de deurtrappers met 241. Ricardo de Pie. Watch your lights, we zijn weg. We gaan kijken naar Ricardo de Pie, denk ik. Of is het de 283? Dat is Joey Dienissen. Joey Dienissen en Kevin Sissen. De man op zijn eigen baan. Ja, daar komt hij aan hoor. Het is Kevin Sissen. De man uit Os. Hij gaat hier aan de leiding. Dan gaan we kijken naar Rick Piepers, denk ik, die daar goed bij zit. En het is nog steeds Joey Dienissen. Is het de 56 daar op die tweede en derde plaats? We kijken naar Pedro van de Wetering die daar probeert naar voren te komen. Het is nog steeds Sissen. En daar is het Piepers die dan naar voren gaat komen. Dan de derde plaats is voor de 283. Joey Dienissen. Wordt het Sissen? Of wordt het ook de man die daar voorbij gaat komen? Inderdaad, Rick Piepers, de man van de Lyon-Dorf. Hij gaat deze AK hier in Os op zijn naam schrijven. Daar gaan we naar de 36, Joey Eiken. 38, Kevin van de Roenendaal. 138, Boy van Haksel. 128, Noah Knesse. 33, Lars van Dongen. 35, Niels Kersten. En 373, Rodi van den Heuvel. Dat is volgens mij de binnenkant van mij uitgezien. Als eerste op die eerste heuvel.
dat kan even het volhouden. Nou, dan wordt er aanval ingezet. Ik zie daar nog een ander vrienden voor komen. Nog steeds 38. We gaan hier dan nog steeds op de position. Dan zien we 140 op Max van Eindhoven die daar de aanval inzet aan de buitenkant. Nummer 33 en dan hier naar de laatste man op de derde plek. We zien nummer 128, Noah van Essen voorbij komen in de fourth position. En inderdaad, de winst in deze finale gaat naar Kevin van den Groenendaal. Oké, dan gaan we naar de B-finale. We gaan kijken naar startnummer 26, Koen van der Wijst. Dan kijken we naar Anders Zeuden, 151, Leroy van Assel. 28, bikeprins Kevin van Uden. Dan de Woepers met Henk Heerkens. De 3-0-1, Mike van Rooij. Dan kijken we naar de wijrijders en team met Jeremy O'Slots. Dan kijken we naar de Woepers, 733, Erik van der Wiel. En last but not least, het Veldhoven van naam 120, Jelle van der Spijker. Van der Wijst van Hassel. Het is van Hassel die het snelste weg is. Van der Wijst op een tweede plaats. En dan kijken we daar naar Henk Heertjes van de Hoepers uit Berlinkum. Berlinkum daar op die derde plaats. Veldhoven, die gaat naar voren gekomen. Het is van Hassel. Loek. Bicycles daar op de eerste plaats. Het is de man uit Amazone die daar als eerste in de koor gaat komen met 151. Dan kijken we naar Van der Wijst die wel lekker meedraait op die tweede plaats. En nog een aanval gaat doen aan de binnenkant. Het is van Hassel. Van der Wijst en de derde plaats gaat in de startman met nummer 27. En de 27 is Henk Heerskens. We hebben vier dames in het veld. Janissa van der Waar, Nina van der Boom, Anja Jacob en Van Elst. Vlug is daar het veld bij deze four ladies. We zien de onderloop outfit, zien we daar voorop gaan. En ze duiken maar uit de bocht in. De top nummer 4, dat is dus Nina van der Boom. De 3 in de hoofd, voorop. Daar zien we wel achteraan komen. De tweede plek aan deze week genomen. Dat is nummer 181, dat is Anja Jacobs. De derde positie wordt opgevuld door Janissa van der Haag. En nummer 60, Eefje van Oost, is de vierde in deze B-finale. Dit is 14. Oké, dan gaan we naar de B-finale 17 plus Ben. De dames, nummer 12, Ellen Jacobs. Nummer 14, Johnny Vissers. Nummer 71, Ruby Huisman. Nummer 303, Nicky van der Linden. Nummer 322. Jane Reak, nummer 13, Melanie van de Gevel, 310, Guillaume de Boer en nummer 3, Sanne Vollenberg. En de dames zijn weg, wie heeft er de meeste power? Dus straks mogen we even meeluisteren met een tactische bespreking tussen een aantal van die dames. Maar ik zie Ellen Jacobs, nummer 12. Ellen heeft full power, zij zegt van ik ga hier eventjes de dienst uitmaken vandaag en de rest kan aanschuiven. Is dat zo? Gaan hier nog meer dames bijschuiven. Gaat hier nog winst komen? Nog steeds, Ellen Jacobs, ja, nummer 12. In full power gaat ze even op. 2 en 3, die zitten echt naast elkaar. Het is gewoon bijna niet meer te zien. Volgens mij Melanie van de Gevel die zich daarbij gaat melden. De tweede plek, ja, dat is nummer 13. En die zit er gesteld bij, dat is 303. Dat is onze plaatselijke vriendin hier, Linde van Linde hier van de fietsclub hier in Os. Zij wilde dus straks nog tactische afspraken maken, maar voorlopig. Zij zegt van ik ga nu en eigenlijk voor Sony komen, want Sony moet genoegen nemen vandaag naar de vierde plek. Dus straks was Sony nummer 1.